Het is afkeurenswaardig. Dit kan men niet met de moslimgemeenschap, althans in Nikeri, maken. En in het bijzonder moslim van Nikeri en van Suriname ook. En over de hele wereld. Ik vind het erg. Als je een product wil verkopen, begrijp je, laat men toch duidelijk zijn wat er allemaal erin zit. Beter gezegd de ingrediënten. Hè? En daarop is ons opgevallen dat er verkeerde dingen, van verkeerde ingrediënten gebruik is gemaakt om te zeggen van het een halal product is, terwijl dat ding niet waar is. Dit is tegen de regels van een moslim. Hoe denkt u dat dit aangepakt moet worden? Ik denk eerder juridisch. Juridisch moet het aangepakt, het moet opgespoord worden wie de producent is, wie de importeur is. En de verkoper weet, het is in een Chinese winkel aangetroffen. Dus voor een Chinese is er niks, hij wil geld maken, begrijp je? Maar ik ga weer zeggen, het is afkeurenswaardig. Heeft u ook informatie of mensen het al hadden gegeten? Dat zou ik niet kunnen zeggen op het ogenblik. Eigenlijk mag het schadelijk en het mag niet. Anders langs de streep had je helemaal verboden om varkensvlees te eten en moet ritueel geslacht. Van je vier dat de man is hier een varken onder een halal etiket? Wel, een goed voorbeeld is streep, een bongi. Want alles is maar een lees de etiket. En bepaalde is maar een lees, maar bijvoorbeeld een geval dit. Dus daarom met ik de brada, de moslim, alle de moslim, dat de moest bij zijn Sanskrit halal, dan kan de 100% tappen. Dus treffen bij je voor je schrijf je slacht en je jamming. Want de halal Sanskrit drapen, een halal dat boem, een woord halal, maar een inhoud, dan kan de 100% zeker tappen. Dus mijn verzoek ding, dus nog bij de Black Sanskrit halal. En je gebruiking was uit de halal.